En dat heb ik echt al een aantal keer gezien. Dat het in die laatste 60 seconden gewoon nog helemaal op zijn kop gaat. Ja, dan is het spel totaal anders dus. Dan is er ineens die tijdsdruk die er dus, ergens al is, die wordt nog veel heftiger. Er is meer druk, maar fouten worden harder afgestraft. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Teeffelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heijkoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren op een nieuw nummer in jouw sport. Leren van beachvolleybal. Beachvolleybal is inmiddels een volwaardige Olympische sport. Maar die sport blijft zich ontwikkelen. Ze moeten een nieuw format de sport nog aantrekkelijker maken. Hoe werkt deze King en Queen of the Court variant? Wat zijn de eisen die hierbij aan de spelers worden gesteld? En hoe kun jij je aanpassen wanneer jouw sport in een nieuw jasje wordt gestoken? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we even beginnen met een felicitatie. Aflevering 150. Dankjewel. Ja. Goed gedaan. 50 afleveringen geleden hadden we er nog een heel event rondom. De 100ste. 150. 50, is niks. Hè? Midway. Zo afspreken bij deze dat als we de 200ste halen, dat we daar dan weer een groot mooi live evenement omheen gaan bouwen. Als we die halen, ja, je weet nooit wat er gebeurt. Het is nog best ver, hè? Ja, dat kan iemand oversteken. Ik heb al wel stiekem uitgerekend wanneer het is. Het is in oktober 2024. Oké, dan blok ik dat met potlood alvast in mijn agenda. Ja. Laten we dat doen. Leuk. Ja. Hey, en in deze aflevering een uitstapje. De payoff van onze podcast is over sport, onderzoek en innovatie. Mm-hmm. In deze aflevering wellicht wat minder onderzoek, maar juist wat meer innovatie. We gaan namelijk inzoomen op beachvolleybal en dan specifiek de nieuwe vorm van beachvolleybal, King en Queen of the Court. Ja. We hebben een aantal spelers gebeld. Een Olympiër, meervoudig Olympiër en voormalig wereldkampioen, maar ook 2 jonge talenten uit het jonge Beach Team Nederland. Die hoor je zo. We gaan met hun praten wat het spel voor ze betekent en op het einde van de aflevering ook nog wat concrete tips die zij hebben voor mensen die ook beachvolleyballen. Maar ja, wij hebben het natuurlijk veel over duursport, dus we gaan ook kijken van hoe kunnen we nou wat daar gebeurt verbreden of gebruiken om zelf ook te blijven vernieuwen. Ja, toch? Voor triatleten bijvoorbeeld. Triatleten, hardlopers, wielrenners, voetballers. Mensen die met nieuwe formats te maken krijgen. Ja. Hey, wel een beetje, er zit wel een reden achter. Ik wou zeggen, het begin van de aflevering altijd, Jurgen, waarom gaan we het hierover hebben vandaag? Waarom gaan we het? Ja, dan kaats ik die volleybal al heel snel terug naar jou. Dan komt die aan. We spelen niet in 3? Nee. Volgens mij zijn er een paar haakjes. Mensen die al trouw luisteren hebben door de zomer horen aankomen dat ik als presentator me langzaam ook wat in het sportdomein begeef. Onder andere bij de Triathlon Ameland, bij de Dam tot Dam loop al jaren. Maar ook sinds dit jaar bij het beachvolleybal. Namelijk begon bij King en Queen of the Court in Zutphen. Daarna in Tilburg. En nu, dit weekend, morgen moet ik het even zeggen, want deze aflevering komt uit op 1 september, 2 september. Ook in Rotterdam, de nationale tour van de King en Queen of the Beach. In dit geval Queen, want ik doe alleen de zaterdag. Oké. En vanaf aanstaande dinsdag, dus dinsdag 5 september tot zondag 10 september, is in Rotterdam min of meer het wereldkampioenschap van deze nieuwe sport. De Royal Championships heet dat dan. Er komen dus de beste beachvolleyballers uit de hele wereld komen naar Rotterdam. Een super vet stadion, daar gaan we zo meer over horen. Het is ook namelijk niet alleen een spelletje, maar een heel entertainmentconcept. En ja, wij zijn daar allebei. Zeker. En ik mag, en dat vind ik wel heel leuk en spannend en bijzonder, een avond ook onderdeel zijn van het entertainment team en meespiekeren. Ja. En jij? Ik ga gewoon, kwam er ook aan wachten. Ik lekker kijken, ja. Ik kreeg een uitnodiging vanuit het Sportgericht. Natuurlijk het blad voor coaches, trainers, atleten, fysiotherapeuten, waarvoor ik regelmatig schrijf. En ja, of ik zin had om in de VIP-box op woensdag te gaan zitten. Nou, dat vind, ik vind alle sporten leuk. Nieuwe sporten al helemaal. En er zit natuurlijk een reden achter, denk ik. Kunnen we ook wel noemen dat Hanno van der Loo, de hoofdredacteur van Sportgericht, die zit ook erg into de beachvolleybal vanwege zijn zoon. En daar komen we zo nog wel op. Ja, die gaan we zo horen, Sam van der Loo. Ja, en tot slot een laatste, want wij vertelden een beetje zo in die beachvolleybalwereld dat wij dit gingen maken. Ik moet even zeggen, wij zijn niet gesponsord, worden niet betaald om dit te maken door bijvoorbeeld Sportworks of de gemeente of het ministerie die erachter zit. Maar ze hebben ons wel gematst. Wij mogen aan het eind van de aflevering voor de woensdag en de donderdag gratis kaarten weggeven. En we hebben ook een kortingscode voor eventueel de andere dagen. Dus zullen we aan het eind van de aflevering uitleggen hoe je eraan komt. Dus op woensdag zie je mij misschien ergens zitten. Ja, dan ben jij er. En op donderdag hoor je mij, dan ben ik er. Dus als je het leuk vindt om ons te ontmoeten. En eventueel op zaterdag ook al, dan is de toegang gratis. Het is op het Henegouwenplein in Rotterdam. Dus kom vooral even kijken. Laten we maar snel beginnen. Beachvolleybal, heb jij het wel eens gedaan? Niet via de officiële weg. Ik denk dat ik op een strand inderdaad wel eens een bal heb geslagen. En dan met twee mensen tegenover twee mensen. Ja, dat is het basisspelletje. En erachter komt dat het veld behoorlijk groot is. En het zand behoorlijk zwaar om te springen. Dus dat het geen... Nee, het is een vermoeiende sport, zeg maar. En technisch moet je ook wel redelijk onderlegd zijn. Ja, natuurlijk. Precies. Ja, ja. Want we hebben hier al veel afleveringen gemaakt, ook rondom het Athletic Skills Model. Ja. En dan zeggen we ook, varieer, doe verschillende sporten. Ook als hardloper, wielrenner, doe eens wat met een bal. Ja. Ik moet zeggen, ik heb zeer weinig balgevoel. Maar ik heb toch in mijn leven een jaar of 9 gevolleybald. Zowel binnen als ook op het zand. Ik was in allebei heel slecht, maar omdat ik zo weinig balgevoel heb, had ik het gevoel dat ik in dat zand wel beter uit de voeten kon. Ja. Want daar kwam mijn explosiviteit en inzet, kan ik daar wat beter kwijt. Want je kan gewoon duiken. Je kan duiken, naar ballen zeker. En zo. Denk in de zaal ook wel, maar in het zand kom je daar wat beter uit. Dus de basis inderdaad, een team heeft 2 mensen. Die 2 mensen staan twee kanten van het veld tegenover elkaar. Dat is basis beachvolleybal, dat weet iedereen wel. Maar nu een nieuw spelletje. En dat gaan we wat mij betreft zo uitleggen. Maar laten we eerst eens even onze 3 inbellers aan het woord laten. We beginnen met Kirsten Bröring. Zij is lid van Beach Team Nederland. Oftewel het soort van jong oranje binnen het specifiek beachvolleybal moeten we dan zeggen. En ik vroeg aan haar, Kirsten, wat betekent dat in haar geval Queen of the Court spelletje voor jou? Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt een superleuke sport om te kijken. En om te spelen vind ik het ook leuk. Al moet ik zeggen dat ik soms ook wel het gewoon veel meer spanning vind ik door het concept. Omdat er zo'n tijdslimiet op zit. Dus nee, ik vind het leuk. Maar soms ben ik ook wel dat ik denk van, ook wel spannend. Ja, daar horen we dus al een paar elementen. De klok is heel belangrijk. Hou dat vast. Het is heel spannend. En leuk, Kirsten zie ik zaterdag, wat dus morgen is als dit uitkomt ook. Want zij doet mee in de nationale series nog van Queen of the Court. Doet niet mee aan de Royal Championships, maar misschien komt ze wel kijken. Was dit jaar 3e op het Nederlands kampioenschap beachvolleybal. Eerder dit jaar in Den Haag. Weet je wie ik ook gebeld heb? Ik zit natuurlijk een beetje via in het netwerk. Alexander Brouwer. Aha. Zegt die naam jou wat? Ja, die ken ik nog wel. Volgens mij brons in Rio hoort. Moeten we zeggen, meervoudig Olympiër. Ja. Hij stond met Robert Meuwsen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en ook in Tokio. In Rio pakte zij brons. En bijna helemaal aan het begin van hun beachcarrière, want hij komt oorspronkelijk uit de zaal ook. 2013 werden zij al gelijk wereldkampioen. Oh, oké. En dat heeft ze volgens mij veel faam opgeleverd. En zij zijn nog steeds actief aan de top. Dus dat is meer dan 10 die jaar eigenlijk uit het traditionele volleybal de succesvolle overstap heeft gemaakt naar het beachen. En dan nu dus naar het King of the Court. Aan hem is dezelfde vraag gesteld, Alexander, of Alex, zoals hij zichzelf noemt. Wat betekent King of the Court voor jou? Aan de ene kant is het soms fijn, want je hoeft juist niet heel erg tactisch bezig te zijn. Want je weet eigenlijk helemaal niet welke tegenstander je tegenover je hebt staan. Elk punt is dat namelijk weer een andere tegenstander. Mm-hmm. Dus je hebt niet een uitgebreid tactisch plan van tevoren. Nou, dat vind ik over het algemeen wel lekker spelen. Want je focust je gewoon op jezelf. Je denkt niet aan de tactische analyse of de videobespreking die je van tevoren hebt gedaan. Dus dat kan prettig zijn. Maar aan de andere kant, de muziek blijft keihard aanstaan. De rallies gaan natuurlijk achter elkaar door. Het is anders. En ik kan me ook wel... het is een soort tikkende tijdbom. Hè? Want je moet natuurlijk een aantal punten halen binnen een bepaalde tijd. Je ziet ook die tijd echt... die klok zie je langzaam aftikken natuurlijk. En dat levert gewoon meer stress op. Als jij in je laatste staat, je weet dat je nog minstens 3 punten nodig hebt om door te gaan. En je ziet, 1 minuut 30 en die klok blijft maar tikken. Ja, dat is natuurlijk wel Wat doet dat met je spel? Ja, als het goed is dus niet veel. Als het goed is heb je ook helemaal niet eens door dat die klok tikt. Hoewel je hem tactisch ook wel weer wat moet gebruiken. Maar nee, het is vooral conditioneel. Weet je, in het begin hadden wij ook niet echt door dat je... op een gegeven moment, bijvoorbeeld de eerste ronde speel je met 5 teams. Ja. En dat als jij op een punt of 10 staat, dan weet je eigenlijk al dat je doorgaat. Want er is maar 1 van die 5 teams die afvalt. Ja. Maar ja, in het begin, joh, dan wisten we dat niet. En dan gingen we maar door. En dan in dat eerste rondje, dan haalden we soms 20, 25 punten. En dan gingen we dat rondje door. Maar vervolgens in de ronde daarna ben je met 4 teams over. Maar ja, dan heb jij net 25 punten op rij. Heb jij gespeeld. Aan de kant gestaan en op rij gespeeld. En dan dat is toch wel even pittig dan. Ja, er komen hier al wat contouren van het spel naar boven. Hè? We gaan het zo even helemaal uitleggen voor de mensen die er niet in thuis zijn. Ik wil nog even onze derde beller introduceren. Sam van der Loo, zijn naam viel net al. Hij werd dit jaar Nederlands kampioen beachvolleybal. En laten we maar eens even luisteren. Hetzelfde vraag voor Sam. Goh, dat King of the Court, wat betekent dat voor jou? En toen ik naar Zutphen ging ik natuurlijk even opzoeken wie heeft dit toernooi vorig jaar gewonnen. Wie kwam ik daar tegen? Sam van der Loo. Ja. Dus ik, dat is een hele goede King of the Court speler. Dus je hoort hem zo reageren op mijn vraag. Goh, is het voor gewonnen? Hoeveel toernooien heb je verder gedaan? En hoe ging dat verder? De andere toernooien zijn niet zo goed gegaan allemaal. Het is best wel alles of niks soms. Het is best wel chaotisch. En je krijgt soms maar weinig kansen. Dus het kan ook soms, als je net 1 ronde niet goed speelt, kan het ook zomaar afgelopen zijn. Terwijl je het daarvoor misschien best wel goed deed. Of je speelt de hele tijd juist niet zo goed, maar net beter dan een ander team, dus blijf je er toch in. Maar ja, die andere keren waren we dan toch net niet stabiel genoeg om elke ronde hetzelfde niveau te halen. En dan leg je het op een gegeven moment gewoon af. Ja, dus laten we nu dan maar eens even schetsen wat het is. Heb jij het wel eens gezien? Ik heb in de voorbereiding heb ik wel even wat gekeken. Ja, gekeken. Het is dus je speelt in feite op een normaal beachvolleybalveld. Ja. Net zoals je bij atletiek nummers hebt, bij zwemmen nummers hebt, bij schaatsen nummers, hebben we nu een nieuw nummer bij het beachvolleybal, want je speelt niet met 2 teams tegen elkaar, maar je speelt met 5 teams, hoorde je al zeggen. Ja. Je hebt dat veld heeft 2 helften, een veld met zwarte lijnen en een veld met gele lijnen. En de gele lijnen, daar gaat het om, dat is de king of bij de dames de queen side. Mm-hmm. Daar staat 1 team en de andere 4 teams staan aan de uitdagerskant. Ja. De uitdagerskant serveert altijd. En je kan alleen maar punten scoren als je aan de king of de queen side staat. En dan, dus dat is de basis. Hè? Er is maar 1 kant waar je punten kan scoren. Ja. Als je serveert en je maakt een punt, dan verdien je dus dat je naar de scorende kant mag. Even voor de duidelijkheid, die mensen aan de andere kant, er staat 1 team. Ja. De andere 3 staan langs de kant, klaar. Ja, precies. Die serveren om de beurt. Hè? Dus die spelen om de beurt, vaste volgorde. Verder hoor je ook die rondes. Je begint dus inderdaad met 5 teams. En zodra we beginnen, start de klok. 15 minuten is gewoon bruto is netto. Wordt nooit stilgezet. Ja. Er zijn geen time-outs, zoals bij het normale beachvolleybal. Het gaat altijd door. En op het moment dat de klok op 0 staat... Wordt de laatste rally uitgespeeld, is een detail. Maar goed, dan wordt er gekeken wie van de 5 teams heeft op dat moment het minste aantal punten. Die gaat eruit. Ja. Spelen we ronde 2 met 4 teams. Hetzelfde concept. 15 minuten, schone speeltijd. Speeltijd. Dan wordt er gekeken weer wie heeft het minste aantal punten. En dan die drie die overblijven spelen nog een keer 15 minuten of tot de maximaal 15 punten. Om te kijken wat de top 3 van die wedstrijd is. Ja. En daar zit dan weer een heel toernooiformat in. Van de eerste 2 gaan door of de 3 gaan door. Of ja. Nou, de play-offs rondes. Nog één ding over de tijd, wat het weer extra spannend maakt. Een soort extra regel. Die uitdagers moeten dus proberen die team op de King of the Queen side weg te serveren. Hè? Mm-hmm. Dus die moeten moeilijk serveren, want anders als je makkelijk serveert is een punt tegen en dan geef je de punten weg. Ja. Dus een soort extra regeltje dat een foutservice pas telt als punt na 3 keer. Dus dat zorgt er ook voor dat die teams moeilijk blijven serveren. Fout maakt nog niet uit. Dus je mag risico nemen. Je moet risico nemen, anders krijg je ze natuurlijk niet weg. Ja. Pas na 3 keer een foutservice achter elkaar krijgt het team aan de King of the Queen side een punt. Ja. Behalve, en daar is de klok weer, en dat is ook de mindfuck, in de laatste 60 seconden. Dan komt er ook zo'n stem door het stadion, zegt de 1 minute remaining. Every serve error is a direct point to the King of the Queen side. Oftewel, dan, terwijl die tijdsdruk al toeneemt, moet je opeens wel opletten of je goed gaat serveren. Ja. Want dan kan je opeens een team... En dat moet ik zeggen, en daar hoor je die spelers ook aan refereren, heb ik echt al een aantal keer gezien, dat het in die laatste 60 seconden gewoon nog helemaal op zijn kop gaat. Ja, dan is het spel totaal anders dus. Dan is er ineens die tijdsdruk die er ergens al is, die wordt nog veel meer druk, maar fouten worden harder afgestraft. Plus je weet van de laatste minuut gaat in en als jij op dat moment het gevoel hebt, ik heb nog niet zoveel punten of ik moet nog wat punten sprokkelen, nou dan... Komt dat erbij? Nou ja, nu snap ik ook een beetje van dus per punt een andere tegenstander. Dus wat Alexander zei van van tevoren een heel tactisch plan. Dat kan hoogstens, dat doe je bij 1 tegenstander. Maar alle 5 is toch wel lastig. Nee, het heeft geen zin en zeker niet in zo'n toernooi. Nee, hoor. Je weet, het is natuurlijk hectiek. Je speelt tegen heel veel verschillende teams. Ik kan me ook voorstellen dat zij afwisselen een beetje met de service meer. Terwijl je normaliter de serveerder misschien hebt. Ja, moeten ze om en om, hè? Vast. Ja, maar ze mogen nu zelf kiezen wie er wanneer serveert. En dan is het dan wel die derde service, die dan wordt voorzichtiger wel vaak genomen? Of... Ja, wacht even, moet ik goed uitleggen. Is dus de derde service van het derde team, hè? Dus zeg maar, wij staan met z'n vieren aan die challenger kant. Ik serveer fout, jij bent het volgende team, dan ben jij. Ja, en dan komt het derde team. Die moet hem goed leggen. Ah, okay. Nee, precies. Als ik fout serveer ben, is mijn beurt voorbij. Dan ben ik weg. En dan moet het ook tussen 2 punten volgens mij moet het ook... Ja, heb je beperkte tijd hè, voor op te slaan en zo. Hè? God, je hebt gewoon een spelklok. Ik geloof, binnen 8 seconden moet je serveren. Dat is in het normale beachvolleybal ook naar de fluit. Wat er ook leuk aan is, er zijn dus geen time-outs, maar er is ook geen tijd om te gaan zeuren met de scheids. Nee. Los van dat de scheids je ook niet kan verstaan, want wat Alexander ook zei, ik zei net, het is ook een entertainmentconcept. Er is gewoon de hele tijd pompende feestmuziek. Dus die scheids hoort toch niet wat je zegt. Ja. Maar het heeft ook geen zin, want het is puur tijdverlies. Want je moet gewoon spelen, zorgen dat je aan de bal komt en zorgen dat je aan die kingside komt. Eén ding nog. Wie bepaalt de volgorde in het begin? Ja, dat is heel leuk. Dat is loting. Dat doen we, zeg ik al. Ja, want dat is hartstikke belangrijk, denk ik. Als jij aan de kingside begint, lekker beginnen. Zeker, dus lekker beginnen. Dus wat er gebeurt is, er zijn 5 speelkaarten. Aas, koning, koningin, boer, 10. Okay, ja. En je raadt het al, als we King of the Court spelen, is degene die de koning trekt. Die mag daar beginnen. Bij de dames is degene die de dame trekt. En dan vervolgens de aas is de eerste serveerder en zo verder. Zo wordt die startvolgorde bepaald in de eerste ronde. En dan vervolgens in de tweede en de derde ronde wordt het bepaald aan de hand van het puntenstand van de ronde daarvoor. Dus als jij in de eerste ronde de meeste punten hebt, kom je aan de andere kant te staan. Het is wel gunstig om meteen al de eerste ronde toch wel goed te scoren. Want dan ik denk vooral mentaal. Ja. Want ik moet zeggen, als ik zo kijk naar die toernooien waar ik heb gestaan, uiteindelijk zijn ze toch ook weer weg. Ja. Maar het is waar, je komt een soort van gratis in scorende positie. Ja. Want ik heb ook wel teams gezien. Als op een gegeven moment gewoon een sterke team op de Queen of the King side staat en je komt de serveren niet doorheen, dan lukt het gewoon niet om daar te komen. Nog even, die stand is die openbaar, ook voor de spelers? Ja, want ik had bijna het idee dat in het stadion, maar ook als we in Zutphen of in Tilburg bij wat niet in een stadion spelen, staat een heel groot ledscherm. Ja. Daar staat die klok natuurlijk heel groot op. Ja. En daar staan dus die 5 teams met kleuren. En daar zie je de hele tijd hoeveel punten iedereen heeft. En daar staat dan ook de befaamde rode en groene stip. De groene stip staat bij het team met de meeste punten. Ja. De rode stip bij het team wat op dit moment eruit zou gaan. Ja. Want, op dat moment. En nu gaan we heel diep in de regels. Stel nou, er zijn teams die hebben hetzelfde aantal punten. Dan wordt er gekeken naar welk team de longest stay heeft. Oftewel, wie de langste serie van punten eigenlijk. Hoeveel punten je achter elkaar op die King of the Queen side hebt gemaakt. Zou dat in theorie nou ook gelijk zijn? Dan wordt er nog gekeken naar wie als eerste die reeks op het bord heeft gezet. Ja. En zo is er dus altijd wel een rode stip te bepalen. Ja. Nou ja, in het begin niet. Als er nog 2 teams 0 hebben, dan staat er nog geen rode stip. Want dan weet je het nog niet. Ja. Dus, nou ja, spectaculair. En daar dus dan bij opgeteld. En dat is zeker komende week in Rotterdam ook zo. Het is wel leuk, een beetje de origine. Deze sport, nou niet deze sport, maar in ieder geval dit concept komt uit Nederland, hè? Dit gaat op dit moment de hele wereld door. Ze zijn op weg om te kijken of dit op de Olympische Spelen in 28 kan komen. Maar het is een Nederlands bureau wat dit heeft opgepakt en aan het uitbouwen is. Corona had er mee te maken, toch? Corona had er mee te maken, ja zeker. Want ik weet nog goed, dat was in 2020. Was in de zomer. Was net dat er wat dingen mocht. Maar geloof ik met bubbels en 8 of 10 mensen van dezelfde gezin. Dus zij hebben een stadionconcept ontwikkeld waarin ze eigenlijk van stijgerbouw 4 lagen, en dat is wat er komende week ook in Rotterdam staat, 4 lagen rondom VIP-boxen. Dus je moet voorstellen, in corona was dat natuurlijk het enige wat mocht. Dus iedereen zit in de VIP-box, super tof. Ja. Iedereen, want jij zei net al voor trots, ik zit nu weer in de VIP-box. Ja, iedereen zit in de VIP-box. Ik zit in de echte VIP-box. Ja, precies. Nuance is, nu in Rotterdam hebben ze 3 zijdes VIP-boxen, 4 hoog, hè? Dus dat is echt een arena. Ja. En ze hebben nu in Rotterdam, om toch extra mensen toe te laten, nog aan één kant een soort grote tribune. Okay. Waar je ook kan zitten. Ja. Maar dat maakt het dus ook dat het behoorlijk intiem is. En het is natuurlijk heel leuk als je met je vrienden of met je bedrijf of wie dan ook zo'n box hebt. Dat je met elkaar zit. En dat was toen al in corona. Ik moet zeggen dat ik niet zeker weet of dit in Rotterdam zo is. Maar in corona in 2020 mocht je niet verplaatsen. Ja. Dus de catering kwam naar jou toe. Oh, ja. Snap je? Ja. Dus iedereen moest gewoon in zijn box blijven en daar werd je geketerd. Ja, dat is gewoon, los van coronamaatregelen, is gewoon super tof. Ja. Weet je wel? Je voelt je gewoon een VIP. Ja, leuk, daarnaast wordt het heel leuk in beeld gebracht. Dus het is ook goed te volgen op livestreams en op tv. En er is dus heel veel muziek. Entertainment tussendoor, artiesten, knallen. En die rol van die speaker dan? Want als het toch continu muziek is, wat moet jij eigenlijk doen? Tussen de wedstrijden door waarschijnlijk. De teams aankondigen, het spel uitleggen, uitduiden waarom en wanneer het spannend wordt. Maar je hoeft niet naar... Een beetje helpen kijken, zeg maar. Een goed shot te zeggen, dat was een goed shot van Alexander Brouwer. Nee. Nou, er zijn speakers die dat kunnen, maar ik heb daar wat minder technisch oog voor. Er is een heel team die dat doet natuurlijk. Even voordat we weer naar Sam en Kirsten en Alex gaan luisteren over wat zij nog verder aan tips en tricks en observaties hebben. Even iets verbreden naar onze hardlopende, wielrennende, zwemmende luisteraars. Ja, eigenlijk continu, als je nadenkt over nieuwe formats. Ja, WK Atletiek laatst, hè, die gemengde estafette bijvoorbeeld. Oh, ja. Nou, dat zie je nu in elke sport, toch? Ja. Bij de triathlon, de mixed team relay, de zwemmen. Triathlon, nou ja, goed. Ik vind een cross-triathlon al een beetje een zijpad voor mij in ieder geval. Ja, dat is dat je niet op de weg fietst, maar op de mountainbike. Nee, maar dat kennen we al lang. Maar de run, swim, dat je dat soort dingen doet. Ja. Volgens mij heb jij wel eens een keer zo'n dubbele triathlon. Supersprints heb je inderdaad, dat je dus zwemt, fiets, loopt. En dan weer zwemfiets loopt, maar dan allemaal hele korte afstanden. Ja. Dat zijn nieuwe nummers, Nou, ik moest even denken, de moderne vijfkamp. Daar was een hele discussie over. Dat is een heel oud nummer met hele gekke nummers. Hè? Schermen, hardlopen, zwemmen. En dan, ik heb ze even opgeschreven, want... Ja, ook iets met een paard, toch? Ja, pistool schieten. Oh, ja. En iets met een paard, alleen dat iets met een paard gaat verdwijnen. Want de laatste keer ging dat helemaal mis met zo'n Duitse Amazone. Die dat paard wilde niet springen. Nee. Dus dat paard kreeg want je moet toch op het paard van een ander? Ja, dat weet ik niet. Dat zou best kunnen. Ja, die kreeg klappen. Dat paard kreeg klappen. En door. Dat gaf zoveel gedoe dat ze dezelfde Olympisch Comité iets hadden van dit oude nummer. Want die Pierre de Coubertin, de grondlegger, die heeft ooit gezegd: dit nummer is eigenlijk de basis van de Olympische Spelen. Dit is de perfecte soldaat. Ja. En nu hebben ze toch besloten om het paardrijden Pistoolschieten blijft wel, maar paardrijden in te ruilen en dan komt hij voor obstacle run. Ah, dus eigenlijk zonder paard nog steeds over obstakels heen. Ja, ja. Maar dit, dus ik bedoel, evolutie van sport, ontwikkeling. Ja, precies. En in zijn algemeenheid zie je natuurlijk dat er nu veel meer, ook in de sport en ook in de kijksport en in de tv-sport, naar snellere, dynamischere nummers wordt gegaan. Entertainment is natuurlijk belangrijk. Skateboarden, bordercross op de winterspelen is erbij gekomen, skicross, weet ik het allemaal. Ja. Dat zien we nu dus ook in beachvolleybal. Probeer ik hem weer terug te brengen. Dus niet 2 teams, maar 5 teams. Is bijvoorbeeld in een internationale context heel leuk. Want dan kun je dus ook supporters uit 5 landen binden. Leuk feitje, werd mij nog toegefluisterd. Normaal bij beachvolleybal, bij de reguliere internationale wedstrijden, moet je met een partner uit je eigen land spelen. Okay. Dat hoeft bij King and Queen of the Court niet. Ja. Dus je kan daar ook hele bijzondere gelegenheidsformaties krijgen. Maar in de basis zie je het vaak wel. Want het zijn vaak toch vaste duo's, denk tuurlijk. Ik. Hè? Nou ja, dat helpt wel. Ja. Want een van de dingen, door de muziek kan je bijvoorbeeld moeilijk met elkaar communiceren. Dus het is te hopen dat je goed op elkaar ingespeeld bent. Ja. Wat ik leuk vind als duursporter bij dit beachvolleybal is dat ik, dat geren onder dat net door de hele tijd, daar komt het element conditie nog meer. Ik bedoel, dat is natuurlijk al meer op het zand dan in de zaal wellicht. Maar nu komt er nog meer conditie bij kijken. Dus ik vroeg Alexander Brouwer ook eens even, wat is eigenlijk het effect van vermoeidheid op beachvolleybalspel? Ja, dat is, die impact is behoorlijk groot. Als je echt bijvoorbeeld buiten adem een rally begint. Ja. Dat is alleen al voor je... Kijk, en een tactisch spel. De technieken komen best wel nauw. Dat is ontzettend in je nadeel. Dat zie je ook in, als we in orde spelen waar het... gewoon echt wel behoorlijk heftige omstandigheden zijn. Zoals een keertje in Rome op een toernooi waarin we op Foro Italico in een soort... dat leek wel een soort gladiatorpit, weet je wel. Een soort oven. Ja. Geen zuchtje wind, knijtertje warm. En je zag iedereen in diep zand. En dat wil zeggen heel zwaar zand. Ja. Dus waarin het als stroop voelt, weet je wel. Zoals... de leek wel eens door de duinen strompel. Zo zag het beachvolleybal er ook een beetje uit. Ja, wat ik altijd maar zeg, het fijne is dat je weet dat je hebt zelf de basis al gelegd in je conditiewerk en in je training, trainingsarbeid. En de omstandigheden zijn voor je tegenstanders hetzelfde. Ja, dus precies. Maar dan heb je het weer over specifieke, het normale beachvolleybal, zeg maar. Heb je het idee dat je slechter wil... Ja, ik kan hem invullen, maar ik moet het aan de ervaringsdeskundige vragen. Ga je slechter spelen? Wordt je techniek minder als je moe bent? Of zeg je, wij zijn zo getraind, daar hebben we niet zo last van? Ik denk dat de reden dat er bij King and Queen of the Court bijvoorbeeld langere rallies zijn... dat komt omdat je deels inderdaad meer vermoeid bent of meer vermoeid raakt door het format. En dan inderdaad de omstandigheden daar nog bij, zoals die muziek die doorloopt of de klok die je zo duidelijk af ziet tikken, de stress die daar weer bij komt kijken. Ja, het zijn allemaal factoren die zeker je spel beïnvloeden. Ja, ik hoor hier ook... vermoeidheid als nieuw element. Ik denk ook wellicht aan de beachvolleyballers die deze podcast voor het eerst luisteren. Ga eens op zoek naar afleveringen die we hebben gemaakt over hitte. Ja. Of over drinken. Of over voeding. En over 2 weken komt er weer een aflevering. Hebben we een leuke gast. Gaan we het ook weer hebben over je koortemperatuur, over hitte en wat je daarmee moet doen. Ja, eigenlijk is het gewoon pace, hè, dit eigenlijk. Zoals we kennen natuurlijk als jij een marathon gaat lopen of een triathlon of noem maar op. Hoe verdeel je je energie? En in dit geval... heb je ook een potje met energie als een beachvolleyballer. En dat moet je dus verdelen over, in ieder geval de eerste 15 minuten. Maar daarna komt er nog 2 rondes van 15 minuten. Ja, precies. Maar dat is dus wat ik leuk vind om te zien. Ja. En ik heb het idee dat ik dat nog niet zie. Dus dat heb ik aan onze 3 balancers voorgelegd. Van, is nou dat conditie, is dat nou een tactisch wapen? En hoe gebruik jij dat? Laten we eerst maar even luisteren naar Sam van der Loo. Nou ja, het is wel erg conditioneel. Alleen dat is eigenlijk vooral als je het heel goed doet. Dus als je aan de... want als je aan de kingside komt en je doet het daar goed, dus je blijft punten maken, dan moet je heel snel achter elkaar weer het volgende punt spelen. Maar als je het niet zo goed doet en je verliest, dan moet je weer achteraan een rijtje sluiten. En dan zijn er eerst nog weer 2, 3, 4 teams voor je, voordat je weer het volgende punt mag spelen. Dus dat kan wel verschillen. En nou is het ook zo dat je soms heb je de eerste ronde, als er nog 5 teams in het spel zijn, dan heb je al best wel wat punten gescoord. En er zijn dan teams die nog meer punten willen scoren en het zo goed mogelijk willen doen. Alleen je hebt ook teams die denken, oh nou, we staan wel veilig. We doen het nu even rustig aan, dus we hoeven niet per se meer aan die kingside te staan. Dus we geven de bal gewoon even weg of we doen in ieder geval niet zo erg ons best meer. En dan gaan ze de volgende ronde, als er iemand anders is afgevallen, gaan ze weer volle bak erop. Ik denk in de eerste 2 rondes niet. Want dan ben je gewoon nog met 4-5 teams. Dus dan herstel je wel weer snel genoeg. Maar die laatste ronde ben je maar met 3 teams. En dan kan het wel snel gaan. Maar het ligt er ook aan hoe snel het doordraait. En bijvoorbeeld toen in Tilburg was het heel warm. Dus ja, dan, dat kost natuurlijk al meer energie. Ja. Dus herkent het wel. Aan de andere kant, in het begin sta je dus ook best wel veel te wachten, herstel je. Klinkt als een negative split eigenlijk, wat zij hebben. Precies. Ja, je bedoelt dus eigenlijk dat je in de tweede helft van de wedstrijd harder moet dan in de eerste. Precies. Ja, zeker. Ja, ja, zeker negative split. Ik leg de Kirsten nog even voor. Als jij dit nou zo zegt, waarom zie ik dit dan zo weinig? Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat, omdat alles nog kan gebeuren, het is ook gewoon heel fijn om veilig te staan en om die meeste punten te hebben, dat je die ronde daarna als eerste aan de Queen of Kings kant staat, om weer dat voordeel te halen. Dus het is ook wel weer zijn voordeel om de meeste punten te hebben. Ja. En dat is dus het dilemma. Ja. En dat kennen wij natuurlijk wat minder. Dat is natuurlijk bij een bal en een wedstrijdsport is dat anders dan bij een race. Ja, je zou zeggen dat op een gegeven moment, als al die data verzameld worden, want dat zal wel, op een gegeven moment toch een bepaald scenario als meest optimale naar voren komt. Hè, waarbij je dan... Maar dan moet je er ook nog maar in staat zijn om daarop te schakelen. Nee, zeker. Ja. Ik heb natuurlijk Alex het ook nog even gevraagd. Is die conditie nou een tactisch wapen? Ja, ik denk dat sowieso veel spelers daar nog niet echt op een tactische manier mee omgaan. En je hebt stiekem ook altijd nog weer, bijvoorbeeld de longest stay wordt dat genoemd. Ja. Dat je een prijs krijgt voor als je juist weer de langste serie aan punten weet te maken aan die kingskant als het ware. Aan de kant waar je de service ontvangt. Ja. Dus dilemma's. Ik heb zo nog van alle 3 nog even een afsluitende tip. Ik wil nog heel even een fragment laten horen waarin ik, als we het nou koppelen aan andere aflevering die wij gemaakt hebben over differentieel leren, differende prikkels. Jij riep meteen in onze voorbespreking, toen we het hierover gingen hebben, hey, worden ze door deze nieuwe variant dan ook betere reguliere beachvolleyballers? Zou je vanuit de wetenschappelijke theorie denken, hè? Ja. Nou, dat heb ik ze eens even voorgelegd. De antwoorden zijn wat wisselend. We beginnen even met Kirsten. Ja, het zet je wel op scherp. Ik denk wel dat het met momenten wel beter maakt, ja. Ja, ik denk misschien dat het je wel ook helpt snel te schakelen. Want je hebt natuurlijk best wel veel teams voor je. Ja, dat je misschien iets sneller patronen gaat herkennen en dan nog kan reageren of je spel aanpassen. Dus ja, misschien op die manier dat het je ook wel helpt. Ja, Kirsten is nog wat weifelend. Maar ga maar eens even na. Dit vind ik wel een goed punt dat ze zegt. Van ja, ga je al tijdens een wedstrijd op een gegeven moment... Ik ben ook benieuwd als je langs de kant staat. Ja, ook al is dat heel kort. Kijk je natuurlijk ook een beetje toch al naar die tegenstanders. Van hoe serveren ze altijd of zo. Iedereen volgt toch patronen waarschijnlijk. En als jij dat zo snel mogelijk kan oppikken, tijdens een wedstrijd, dan heb je natuurlijk goud in handen. Ja. Ja, zeker. Ik heb dat ook aan Sam gevraagd. Ik zeg, Sam, wat vraagt het eigenlijk om goed te zijn in King of the Court? Ik denk heel veel constantheid. Ook ervaring, denk ik. Dus goed met die druk om te kunnen gaan. Goed met de tijd om kunnen gaan. Veel aanpassingsvermogen. Je hebt natuurlijk 5 teams in 1 ronde in plaats van 1 tegenstander waar je op voor moet bereiden. Dus je moet op elke tegenstander goed weten, oké, wat doe ik in welke situatie. Aanpassingsvermogen. Ja, dat is belangrijk. Dat is, kijk, daar noemt hij toch al wel. Ik denk dat daar de ASM-mensen wel... gelukkig van worden. De Athletic Skills Model mensen. Zullen knikken van tot slot, dit is hem. Ik vroeg het Alex ook. En toen kwam er nog iets leuks. Zeker daar in dat hoofd, in die mentale kant van het spel. Nou ja, wij zeggen ook wel eens dat dit format van Queen & King of the Court, dat het ook een soort het oefenen van set en matchpoint is. Omdat het toch heel vaak onder druk, elk punt is belangrijk. Dan kom je eindelijk een keer naar die overkant waar je punten kan scoren. Dan voel je meteen die druk van, ja, daar moeten we ook echt dit punt maken. En natuurlijk is dat iets wat je in sport een beetje wil buitensluiten. En niet het moeten, maar nou, vanuit je taakgerichtheid je acties maken. Alleen, ja, dat komt er natuurlijk altijd bij kijken. Ja, dus je speelt eigenlijk veel meer onder druk. Wat doe jij om daarmee om te gaan? Want je hebt ook in finales gestaan, je hebt Olympische Spelers, hebben die druk ook. Nou, hier in King of the Court kom je dat voortdurend tegen. Wat is jouw methode of middel om... Nou, ik heb bijvoorbeeld ik kan me een rondje herinneren dat wij dat was een play-off van King of the Court in Utrecht. En dat was het laatste rondje. We waren met 3 teams over. En nog maar 1 van die 3 teams zou doorgaan. Nou, je snapt dat als je met 3 teams overblijft en je moet ook nog dat doordraaien, hè, naar de kingskant, dat is echt vermoeiend. Je gaat achter elkaar door. Je speelt continu rallies. Ik weet wat ik heb gedaan, is gewoon gezegd van, joh, als wij aan die kingskant komen, als ze op mij serveren, ik pomp gewoon elke bal op die positie in het veld. Ik hou het heel simpel voor mezelf en dan zie ik wel waar het schip staat. Bijvoorbeeld zo, weet je, dat heel simpel maken. Ja, terugvallen op routines. Terugvallen op routines, ervaring. Ja. Sam zegt ook, het zou wel lekker zijn als je veel ervaring hebt. Ja. Dat is natuurlijk een uitdaging voor hun als jonge spelers. Ja. Ik moest even denken, want ik heb in de show notes, zet ik hem wel, een artikel van Kirsten Bröring. Ja. Over, die heeft eigenlijk op wetenschappelijke aspecten gewoon van beachvolleybal ten opzichte van gewoon volleybal op een rij gezet. En een beetje gekeken welke studies zijn er gedaan. Ja, dan laat zij toch ook wel ergens, noemt ze, die studies zijn ook, dat eigenlijk in het gewone beachvolleybal dat dan toch wel genoeg... een periode is, vooral het begin is belangrijk. Even een paar punten pakken, denk ik. Ja. Even, en dan het middengedeelte, waarin vaak teams het even iets gas kunnen terugnemen, zeg maar. Mm-hmm. Om dan op het eind weer, waar het de punten ertoe doen, zoals Alexander aangeeft. Ja, dat is, dit middengedeelte mis je hier gewoon natuurlijk. Niet. Het is gewoon altijd meteen aan. Ja, en dat is... uitdagend, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Leuk. Ja. En wat ik ook nog, wat hij me triggert, hij noemt het woord play-offs. Jij vroeg net aan mij, wat doe jij dan als speaker? Nou, een van de dingen die interessant zijn, is dat toernooi kent heel veel routes naar de finale. Mm-hmm. Dus het begint met een pool met 5 teams en daar gaan alleen de eerste 3 door. Die 2 die afvallen, die krijgen nog een herkansing. Eerst degene die laatste wordt, die hebben een rondje met iedereen die in de pool laatste wordt. Oh ja. Ja. 1 ronde, 15 minuten. Als je dat wint, mag je meedoen in het rondje met iedereen die 4e is geworden. Kun je winnen, mag je gewoon nog naar de halve finale. Ja. Kortom, het is ook wel leuk als je wat langer zo'n toernooi volgt, dat er best wel wat spannende verhalen in zitten. Ja, maar dan speel je weer een extra ronde, hè, zeg maar. Dus zeker, dat is weer conditioneel uitdagender van. Ja. Hey, tot slot, voordat we zo gaan uitleggen hoe je via ons gratis of kaarten met korting kunt krijgen, voor alle beachvolleyballers die nu voor het eerst de Slimmer Presteren podcast luisteren, heb ik natuurlijk Sam en Kirsten en Alex ook nog even gevraagd. Heb jij vanuit jouw ervaring met King of the Court nog een tip? Laten we maar even luisteren. Oeh, dat is een goede vraag. Ga ik mijn concurrentie helpen? Wat ik zou zeggen is, probeer vooral rustig te blijven. Dus die klok die kan rare dingen met je doen. Maar ja, uiteindelijk kan het spel op elk moment nog veranderen. Je kan zomaar een paar punten maken als je aan de goede kant staat. Dus blijf vooral rustig en blijf elk punt erop focussen wat je moet doen, in plaats van dat je bijna gaat verliezen of dit punt moet maken. Dus blijf rustig en doe je ding. Nou, ik denk dat het wel echt belangrijk is om te blijven spelen. Want het zijn dan 15 minuten per ronde en je kan de hele ronde als laatste staan. En dan in de laatste minuut kun je gewoon nog zoveel punten halen. Dus het is zeker nog niet gespeeld tot de laatste, totdat de bel zeg maar gaat. Dus wat dat betreft, blijven spelen. Nou, tip. Dat is een goeie. Nou, vooral ga veel doen. Het is echt prachtig. En zeker, laten we zeggen in de breedte sport. Zodra je met z'n 6 op het veld staat, Hup, lekker King of the Court, lekker doordraaien, veel aan de bal zijn. En dan heb je ook nog meteen die lekker even die conditionele prikkel van dat je elke keer naar die andere kant moet lopen. Ja, leuk. Mooi. Nou, misschien moeten wij als triatleten ook maar eens aan het zand in en King of the Court is vast goed voor allerlei spieren en conditionele prikkels. Differentiëren, differentieel trainen, dat doen, ja, doen wij ook vaak. Ja, ja, zeker. Ja. Leuk man, dankjewel. Ja, daar gaan we, Jurgen. We zijn laatst al een keer bezig padellen. Ja. Dat is ook wel leuk. Als je van padel houdt, dat stadion, wat dus speciaal voor deze gelegenheid gebouwd wordt in Rotterdam, staat daar niet 1 week, maar staat daar 2 weken. Want in die week daarna is er een groot padeltoernooi in dezelfde opzet met hetzelfde... Ook met King of the Court-achtig. Dat durf ik nu niet te zeggen. Volgens mij gewoon padel. Ja. Maar in ieder geval, dat stadion en dat entertainment en die lol is er ook. Dus volgens mij, als je het leuk vindt om sport te volgen, kun je de komende 2 weken terecht in Rotterdam. Ja. Wij moeten dus ook maar eens het zand op. Ja. Dit gesprek met Alexander Brouwer duurde in totaal 1,5 uur. En in het begin heb ik hem ook veel gevraagd over hoe trainen jullie? Hoe is jullie training veranderd? Ik was even op zoek naar, doen jullie ook specifiek conditietraining? Kan je vertellen... Nog niet. Niet expliciet, hè? Nee, dus hij zegt, ik ga niet hardlopen of fietsen. Nee. En dat zei Kirsten, dat doe ik ook niet. En Sam ook niet. Ja. Behalve dan, dat zijn natuurlijk uren in dat zand trainen. Wat natuurlijk conditioneel ook wel wat is. Maar ik wil even een bruggetje maken. Dat hele gesprek met Alexander mag ik als bonus publiceren. Dus abonneer je op de Slimmer Presteren Podcast. Dan zie je vanzelf dit weekend ook die bonus komen. En dan kun je, als je het interessant en leuk vindt, nog dat hele gesprek even luisteren. Ja. Wat denk jij? Gaan wij een keer een bal pakken? Dat gaan we zeker doen. Moet, hè? Ja. Door het zand rennen, springen, draaien. Tegenover elkaar of met elkaar dan? Mooi koppel, denk ik. Ja, misschien moeten we een leuk toernooitje maken met vrienden van de show. Ja. Nu we natuurlijk onze WhatsApp-community groepen hebben, werkt dat wel. Mensen die nu voor het eerst luisteren, deze Slimmer Presteren podcast is vrijwel geheel advertentievrij voorlopig nog. Er zit wel een ideetje aan om iets mee te kunnen. Daarom wilde ik die naam opzoeken. Jeffrey Klok van Tijd voor Volleybal. Ik vreet me nu natuurlijk een beetje in die volleybalwereld. Dus ik vond ook een volleybalpodcast. Jeffrey en een heel team daaromheen doen dat hartstikke leuk. En daar hoorde ik een ideetje. Zij hebben de balsponsor. Okay. Toen dacht ik, hey, dat is best wel laagdrempelig. Ja. Gewoon even genoemd worden, 30 seconden pitch. Wij hebben geen bal hier. Wij doen niks met ballen, maar zullen we eens kijken of we een koffiesponsor of zo kunnen vinden. Hè? We zijn toch jouw wekelijkse kop koffie. Heel belangrijk. Tot die tijd moeten we het hebben van mensen die zeggen, nou, ik vind deze podcast zo leuk, weet je wat, ik doneer. Ik word vriend van de show via vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En in de zomer zijn een hoop mensen dat gaan doen. Dus dit is voor bijna niemand leuk, behalve als je je eigen naam hoort of je hoort de naam van iemand die je kent. Bijvoorbeeld als jij Jessica Jager bent, die vriendin van de show hebt, of Linda Zenger van Schuppen, Sander Holteman, Lennart Koop, Bas Pater, Margot, zonder achternaam, Anne Satsa, die werden allemaal vriend van de show. En die kozen dus voor om ons 1 kopje koffie per maand te doneren. En zoals we dan altijd zeggen, liever nog, doe maar gelijk 11 kopjes per jaar. Betalen wij 1 keer transactiekosten en krijg jij een maand gratis. En op Buis deed het ook. Ronja, dat is Ronja Smit uit Delft, denk ik. Want die heb ik net een Slimmer Presteren podcast shirt opgestuurd. Warner werd vriend van de show. Henrike werd het ook. Joost Vroonhof, Monique en Robert N. Nou, als jij dus ook een keer genoemd wil worden in de podcast en je aan wil sluiten bij dit leger vrienden van de show, ga naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Goed, Jurgen. Woensdag. Nee, eerst morgen. Zaterdag 1 september ga ik voor het eerst naar Rotterdam. Gaan we het stadion nog een beetje proefdraaien. Dit weekend zijn daar dus de zogenaamde nationale series King en Queen of the Court. Daar spelen voornamelijk Nederlandse teams. Er zijn ook altijd wel wat internationale gastteams. En daar kan nog het laatste slot gewonnen worden. De winnaar van dit weekend mag nog mee gaan doen aan de Royal Championships vanaf dinsdag. Dus dat is leuk. Vanaf dinsdag gaat het gebeuren in Rotterdam, zowel op het Henegouwenplein in het stadion als op 4 verschillende plekken in de stad, op het zand, zogenaamde sidecourts, want het is natuurlijk een heel groot toernooi. Die sidecourts, daar kun je gratis komen kijken. Voor het hoofdstadion betaal je entree, tenzij, en hier is de eerste pitch, als je op woensdag of donderdag wil komen kijken en je hebt deze podcast gehoord, stuur dan even een mail naar post@slimmerpodcast.nl. Dan krijg je van ons een instructie hoe jij gratis op dinsdag of woensdag, oftewel, woensdag of donderdag hebben we het over. Ja. Dus 6 of 7 september het stadion in kan komen. post@slimmerpodcast.nl. Mail even naar ons. Wil je nou op de vrijdag, de zaterdag of de zondag, waar het natuurlijk spectaculairder wordt, dan kun je zelf al kaarten of een hele box bestellen op kingofthecourt.com. Ik kan ons ook even mailen, dan sturen we je een kortingscode. Dus vind je het leuk om te komen kijken en ons tegen te komen, stuur even een mail, post@slimmerpodcast.nl. En dit is dan wel een cadeautje van Sportworks. Hè? Ik bedoel, ze geven ons geen geld om dit te maken, maar ze hebben dan wel deze actie beschikbaar gesteld. Dus ik hoop dat we een hoop vrienden en luisteraars van de Slimmer Presteren Podcast gaan zien. Doe je shirt aan, zou ik zeggen. Als je hem hebt. Of je buff. Of je buff. Ja. Als je hem nog niet hebt, dan surf eens naar slimmerpodcast.nl/webshop en bestel daar een sportshirt, een mok, een prachtig boek van Jurgen van Teeffelen, Het Maakbare Uur. Andere boeken die wij aanraden en lezen. En als je dus vriend van de show geworden bent, dan krijg je ook nog 25% korting op die webshop best wel. Ik denk dat we rond zijn, hè? Ja. We gaan het zand tussen onze tenen uitspoelen. En we gaan ons opmaken voor een mooi spektakel in Rotterdam. Beachvolleybal en uitstapje deze week. Ga je nog zelf wat sporten dit weekend of niet? Ik sta zondag aan de start in Amersfoort bij de Keistad Triathlon. Oh, ja. Dus het is een heftig weekend. Zaterdag speakeren, zondag zelf racen en dus dan maandag weer voorbereiden op de rest van de week. Oké. Dus, ik ben te zien in de Amsterdamse grachten. Jij gaat zwemmen voor ALS. Kunnen we jou nog sponsoren? Jazeker. Hoe vinden we die sponsorpagina? Show notes? Show notes doe ik. Even onder LinkedIn, deze aflevering staat een linkje en daar kunnen we jou nog even wat geld doneren. Zou leuk zijn. Mooi. Leuk, hoe ver ga je zwemmen? 2,3. Oh? Ja, maar ik mag een pak aan. Oh. Dus, wel te doen, toch? Ja, mooi. Leuk. Lekker. Nou, laat ons vooral weten wat jij gaat doen. Laat ons weten of je komt kijken bij King of the Court. Of dat je ook bij de ALS-fan bent of bij de Kijkstad. Dat kan op een aantal manieren. Ik ga het nog een keer uitleggen. Wij zijn te vinden als de @slimmerpodcast op Instagram. Officieel staan we ook nog op voormalig Twitter X. Blijven we daar, Jurgen? Ik moet zeggen, ik doe er zelf weinig mee. Ja. Maar we posten daar iedere week toch wel netjes onze aflevering. Wat wel, ook op LinkedIn zijn we te vinden, Slimmer Presteren Podcast. Iedere vrijdag maken we daar een post van de nieuwe aflevering. Dus als je ons daar gaat volgen, weet je altijd waar de aflevering van deze week weer over gaat. Je kan ons daar ook DM'en met vragen, suggesties en reacties. En je kan natuurlijk hartjes en duimpjes uitdelen. Je kan ons ook mailen. Ik heb het mailadres net al een aantal keer genoemd. Met jouw vragen, met jouw aanvullingen, met jouw shout-outs, met jouw evenementen waar je naartoe gaat. Via post@slimmerpodcast.nl. En dan altijd weer de disclaimer. Ik heb dus de afgelopen vakantie wat mails zitten opruimen. Ik kwam dus ergens in augustus een mail tegen uit april van Matthew. Maar goed, uiteindelijk geantwoord, toch? We lezen altijd en we zorgen uiteindelijk ook dat er wel een antwoord komt. Ja. En urgente zaken, die krijgen soms wat voorrang. En nog even, ik zat te denken, we hebben natuurlijk de Strava Club. Ja. Dat is voor de beachvolleybal, daar wordt weinig gestrava, denk ik. Hè? Nee, nou dat is wel leuk. In het gesprek met Alex Brouwer heb ik het wel over data en Strava. En hij heeft er zelf weinig mee. Ja. Ik geloof dat zijn vriendin zit wel op Strava, want dat is een trailrunner. Dus hopelijk luistert hij vanaf nu ook naar de podcast. Leuk feitje trouwens. Kirsten, die is afgestudeerd bewegingswetenschappen in Amsterdam. Weet je wat zij zei? Oh nee, wij kennen jullie podcast wel. Die luisteren wij wel als studenten bewegingswetenschappen. Dus dat was weer een leuk rondje. Ja. Volgens mij zijn we rond. Ik moet nog even zeggen dat je een webpagina van iedere aflevering vindt op www.slimmerpodcast.nl. Kan je dus ook de pagina van deze aflevering pakken en dan door WhatsAppen naar mensen. Als je niet zeker weet of ze op Spotify zitten of Apple Podcast of YouTube of wat dan ook. Dan stuur je ze gewoon naar die website en dan kunnen ze zelf wel kiezen waar ze luisteren. Tot zover. Volgende week gaan we het hebben over een voedingssupplement. Zeker, kersen. Wat we zien in de topsport. Ja. Tour de France renners zaten aan paarse goedjes. En jij hebt dus uitgezocht, wat is het? En is het zinvol of onzin? Ik neem een flesje voor je mee, ja? Heel goed. Jurgen, tot volgende week. Jo, tot volgende week. Hoi. Wat goed dat je nog luistert, helemaal tot het einde van deze aflevering. We delen weer een tip. En omdat we al meer dan 150 afleveringen hebben, nemen we een tip naar een oude aflevering. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren in jouw sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, wat is de oude aflevering en dus de tip van deze week? Aflevering 35. Wist jij dat bij spierkramp het misschien wel beter is om augurkensap te nemen dan een elektrolytendrankje? Aha, jij begint gelijk over kramp, het grote mysterie. Ja, Het blijkt namelijk dat spierkramp heel vaak niet veroorzaakt wordt door zouttekort of vochttekort, wat toch de meeste veronderstellen, maar door een verstoorde aansturing. En augurksap is nou echt een stofje wat vanuit je mond bepaalde hersengebieden kan beïnvloeden en daardoor eigenlijk die aansturing wat kan verbeteren of de spierkramp kan verzachten. Boeiend. Ga gelijk nog even luisteren. Aflevering 35. Succes!